Ik ga u eerst allemaal positief verrassen. Wij hebben vandaag binnen de meerderheid een akkoord bereikt. Collega's, over de tekst van resolutie die hier voor u ligt. En voor ik de resolutie ga toelichten, ga ik een korte omweg maken. Ik ben net als u allemaal een zeer trouwe kijker van het verhaal van Vlaanderen. Ik vind dat fantastisch. Maar ik moet zeggen, de voorbije twee edities had ik een kleine existentiële crisis. Toen ik dat verhaal zag over die syndicalisten die hebben beginnen bouwen aan onze sociale zekerheid, die ervoor gezorgd hebben dat iedereen een stem heeft, die toegang tot onderwijs hebben voorzien, die ervoor zorgen dat mensen verlof hebben, die geijverd hebben in de Gentse beluiken voor veilige werkomstandigheden. Collega's, ik had even de idee van, moest ik in die tijd leven? Ik denk toch ook dat ik aan die kant zou staan. Maar toen begon ik... Toen, collega's, begon ik mij te bedenken, moesten die mensen in deze tijd leven, aan welke kant zouden zij staan? Los van het feit dat ik ervan overtuigd ben dat ze allemaal militant en overtuigd lid zouden zijn van een N-VA, die op vandaag voor mij de partij bij uitstek is, die de broze sociale zekerheid die die mensen hebben opgebouwd, de verworvenheden waar ze met gevaar voor lijf en leden voor zijn gegaan, wij zijn de partij die nu het draagvlak voor die sociale zekerheid wil behouden en versterken. En collega's, toen ik vandaag de krant las, moest ik denken aan de syndicalisten van toen. Ik denk, moesten die de syndicalisten van nu bezig zijn, dat ze zich zouden omdraaien in een graf, collega's. Ze zouden zich omdraaien in een graf. Socialistische syndicalist Rudy De Leeuw, herinner u, de man van de nationale interestaftrek. Maar collega's, Mark Leemans en zijn secondant, een zekere Walter uit Limburg, die zeggen van, kijk, we zijn 60, 62... We hebben voldoende gewerkt. We hebben veel leden die voltijds aan de slag zijn. Weet u wat? Ik stop ermee. Ik ga op pensioen. Ik ga wat vakantie pakken. Ik ga thuis blijven. Die hebben zelf de gêne niet om te zeggen hoe het echt zit. En die zeggen, kijk, ik ga mij laten ontslaan. Ik laat mij ontslaan door mijn vakbond en ik ga op SWT. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat je eigenlijk letterlijk zegt, beste leden, het geld die jij verdient door hard te gaan werken, we gaan daar een stuk van afpakken, lekker gulzig, en we gaan op uw kap, op uw poef thuis blijven. Dat is wat Mark Leemans en zijn secondant zeggen. En collega's, ik vind dat schandalig. Want dat type gedrag ondergraaft alles waar een sociale zekerheid voor staat. Is het mooiste wat we hebben. Mensen die zeggen, we gaan een stuk van wat we verdienen afstaan om ervoor te zorgen dat wie het moeilijk heeft, dat wie noodgedwongen zijn job kwijtraakt, iemand die langdurig ziek wordt, iemand die door andere omstandigheden in de miserie zit, kan geholpen worden. Dat type mensen, zoals Mark Leemans, maken daar op een sans gêne, crapuleuze wijze misbruik van. Ze komen er zelf vooruit en ze leggen een bom onder het draagvlak voor onze sociale zekerheid. Maar er is meer aan de hand, collega's. Het ACV, maar ook het ABVV, bestuurt de VDAB. Zij zijn eigenlijk degenen die van u allemaal het vertrouwen krijgt. 1 miljard euro belastingsgeld gaat er naar de VDAB om zeker na te kijken of sociale zekerheid correct gebruikt wordt, of niemand de kantjes ervan afloopt. En net de bestuurders van die VDAB, die van ons dat vertrouwen krijgen, die zeggen eigenlijk aan de samenleving, hier is onze middelvinger, wij misbruiken dat vertrouwen. Eigenlijk zeggen daarmee aan elke werkzoekende, aan elke persoon die bij de VDAB is ingeschreven, trek er u niet van aan, het systeem is er om misbruik van gemaakt te worden. Dus ik denk, collega's, dat we ernstige vragen mogen stellen over hun rol in het bestuur van de VDAB. Bovendien geven ze ook aan heel veel mensen de idee dat een SWT'er, dat iemand is die vooral niet mag lastiggevallen worden door diezelfde VDAB. Geen opdrachten aan sollicitatie. Geen jobaanbieding. Oeh, dat is slecht. Werken is vies, is vuil. ABVV heeft recent nog een prijs uitgedeeld aan de VDAB. De zuurprijs.
omdat ze vonden dat VDAB te veel jobvoorstellen doet aan mensen die in een SWT-statuut zitten. Schandalig. Hoe kunt je u dat inbeelden? Wel, collega's, ik ben heel blij dat we binnen deze meerderheid een akkoord gevonden hebben om een heel duidelijk signaal te geven, een strafsignaal. Een signaal aan alle sociale partners die in het bestuur zitten van VDAB, dat met dit parlement, met het geld van de belastingbetaler, met het geld dat mensen verdienen wanneer ze werken, sparen of ondernemen, niet te sollen valt. Wij vragen met deze resolutie aan VDAB en ook aan de NRVA om voortaan iedere keer te controleren of er geen misbruik wordt gemaakt van ontslag. Of het effectief wel klopt dat de persoon in kwestie ontslagen is. Want als je doorklikt en doorleest op al die berichten, dan gaat het niet alleen over Mark Leemans binnen het ACV, maar die zeggen zonder gêne, dit is een praktijk die wij als vakbond al een hele tijd toepassen. Diezelfde vakbond, nota bene, die ons de les komt spellen en werkgevers de les komt spellen over hoe belangrijk het wel is om 60-plussers nog in dienst te houden. Wel, die gaat zelf haar eigen topman, die zegt, na het 60 is het genoeg geweest, zijn we niks meer waard. Collega's, ik ben zelf bestuurder in Kortrijk, wij zijn op zoek naar massa's mensen die op dit moment leefloononderzoek kunnen doen, advies kunnen geven aan zwakkeren rond sociale voordelen. Mark Leemans is maatschappelijk assistent. Ik heb gezien dat mijn collega Theo Franken al een vacature aan hem heeft voorgesteld voor Lubbeek. Wel, hij is ook welkom in Kortrijk om te werken, weliswaar. Collega's, deze resolutie is een zeer belangrijk signaal dat 1. Dit misbruik niet kan, dat het parlement hier dit misbruik niet pikt, dat wij verwachten van VDAB dat de heer Leemans 1. Gecontroleerd zal worden of het wel wettelijk is, want ons inziens is het pure sociale fraude, en 2. Dat hij honderden jobaanbiedingen zal krijgen om aan de slag te gaan. En als hij dat niet doet, dat hij kan gesanctioneerd worden. En dat geldt trouwens, collega's, voor alle mensen die op SWT zijn. Dus collega's, ik hoop dat deze resolutie door u allen, maar dan ook u allen, zal gesteund worden. Want onze sociale zekerheid is iets zeer broos en het draagvlak daarvoor zijn wij die dat moeten in stand houden. Ik dank u. Collega Botuinen. De resolutie hier die voorligt gaat over... Waar staat Leemans in deze resolutie, collega Van Louwen? Waar staat Leemans in deze resolutie? Ik ga mij niet uitspreken over wat een organisatie daar doet. Ja, zoals jullie u niet uitspreken, helaas, over... Er zijn duizenden bedrijven, collega's, er zijn duizenden bedrijven die via die drie voorwaarden mensen op brugpensioen sturen die opgewerkt zijn of uitgeput zijn of zeggen, ik kan het niet meer aan. Een organisatie van 1,6 miljoen mensen leiden is geen makkelijke taak. Wat ik eigenlijk wel heel frappant vind is dat u hier zeer expliciet zegt, ik weiger Mark Leemans zijn sociale fraude te veroordelen. Want u moet heel goed weten, Mark Leemans zegt in de krant, wat zijn de ik ga uit vrije wil weg bij het ACV. Dus mijn beslissing. Maar ik laat mij ontslaan zodanig dat ik werkloosheidsuitkering kan krijgen. Hoe kan u dat, meneer De Witte, uitleggen aan al uw leden die gesyndiceerd zijn en aan het werk zijn? Hoe legt u dat in godsnaam uit?